gaan even kijken of die genoeg vocht bij zich heeft. Ze hebben het er maar druk mee bij Egelopvang Zoetermeer. Door de droogte van de afgelopen 2 weken komen er hier dagelijks uitgedroogde egeltjes binnen. Alle egels krijgen bij ons een naam, zodat we hem kunnen registreren waar hij heen gaat, waar hij vandaan komt. Dus dit is Cuzo. Cuzo was uitgedroogd en ondervoed. Dus dan eerst ga je zorgen dat ze vocht op peil is. Dan ga je hem eten geven. Ja, dit is wel een uitzonderlijke situatie wat jullie meemaken nu door de droogte. Ja, nu is het zo lang droog geweest dat egels geen slakken meer kunnen vinden en heel weinig vocht. Dus er worden dus nu wel heel veel egels binnengebracht door vochtgebrek. Dus we vragen mensen ook om inderdaad schotels water neer te zetten in de tuin als je egeltjes hebt. En om wat kattenvoer en absoluut geen melk neer te zetten. Okay. Melk is dodelijk voor een egel. Ze vinden het erg lekker, maar ze kunnen het niet verteren. Wat vind je ervan, nu die straks weer weg kan, na 3 weken? Ja, dat is toch het mooiste wat er is. Daar doe je het toch voor. Ja. Want het gaat je wel aan het hart, kan ik me voorstellen, als je dat dan zo ziet, als ze hier binnenkomen. Ja. Dan doe je dus toch alles om zo'n leventje weer te redden. En als dat dan lukt, sommige lukken niet. En dan, als het dan lukt, dan is dat toch wel weer erg dankbaar.